Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij de laatste aflevering van dit jaar voor LOL in Disneycraft, aflevering 46. Zover zijn we dus gekomen voor 2015. Afgelopen week is er van alles gebeurd. Ik heb onder andere mijn kerstskin uit en ik heb een nieuw skin. Dat is niet zo belangrijk. Er zijn meerdere dingen gebeurd. Ik ga niet ingaan op wat er vrijdag is gebeurd. Maar ik ga wel ingaan op de positieve dingen. En dan ga ik eventjes naar hier vliegen. Het glazen huis. Afgelopen maandag, de 21ste, heeft Disneycraft Serious Request gesteund. Voor Belgische kijkers, wat is Serious Request? Ja, wij hadden een Belgische studio, Brussel Music for Life. En zij hadden dat dus, in Nederland hebben ze dat ook, maar dat deed een Serious Request. Ik doe F1, ik heb in één keer maar 3150 coins. Wat is er allemaal gebeurd? Ik ga het eventjes allemaal uitleggen. Goed, laat ik beginnen bij het begin. Je kon dus 10 coins doneren door op een plate staan die nu weg is. Dat heb ik 3 keer gedaan, dus 30 coins. Nou, dan kan nog 19.000 nog iets over. Maar er zijn veilingen geweest jongens en onder andere op die veiling was dit item als eerste aan bod gekomen. Heb ik 2000 coins voor neergeteld en heb ik dus gewonnen met de veiling. Wat er nog aan bod is gekomen is dit. De pre-opening van de Tower of Terror heb ik maar liefst 9000 coins voor moeten neertellen om hem te bemachtigen. Dit flash van Mick en het flash van Lero, want ze hebben tijdens de uitzending sapjes gedronken. Die heb ik ook allebei, ik weet niet, daar heb ik ook iets van rond de 2000 voor neergeteld. En toen had ik inderdaad maar 3100 of 3000 in de 60 over. En toen zeiden ze tijdens de uitzending, ja Jelle, we gaan je in het huis laten, we gaan je binnen laten. En we ben ik dus mee geweest in de uitzending samen met Leroy, Mick, Gio. Wie was dan nog maar bij? Ja, dat waren dus de personen die meestal praten. Het was allemaal heel gezellig. Vandaar dat ik dus die coins heb en jullie zien het hier staan. 250 euro hebben ze opgehaald. Wat ging er nog? Dus ja, je kon coins doneren. Er was een veiling. En dan uiteraard, als je VIP kocht, 50% van de betaling ging ook naar Serious Request. Maar met de veiling is dus eigenlijk het meeste opgebracht. In totaal hebben ze iets van 21.000 coins, of iets meer dan 20.000 coins hebben ze ingezameld. Door de donaties en door de veilingen. En dat hebben ze dus omgezet naar geld. Dat was dan voor zoveel, ja ik weet niet hoe het precies is gegaan, maar het was per 1000 coins 2 euro. En zijn dus uitgekomen op een bedrag van 250 euro. Wat toch wel redelijk veel is, moet ik zeggen. En dan heb ik het ook, ja, zijn het dus dan dinsdag gaan overhandigen aan het glazen huis in Heerlen. En ik heb dus nu dit zwaard. Het valt me wel op, nog niet veel mensen heb ik op. Iemand vroeg me gisteren wel, die zei, wow, ik zei, ja, dit is wel een uniek item. Niemand heeft dat. En ik zeg, dat kan je ook nergens kopen. Dus niet vragen, ja, je kan het gewoon nergens kopen. Deze items zijn nergens verkrijgbaar, behalve dit. Dit kan je wel nog krijgen in de werkplaats van de kerstman. Maar dit item, het zwaard, de pre-opening kaart zijn allemaal weggegeven. De flesjes zijn weggegeven, die zijn allemaal weg. Wat is er nog weggegeven? Het hoofd van Walt Disney is weggegeven voor 10.000 coins. Er zijn nog een aantal dingetjes weggegeven. En zo is het doorgegaan tot iets van 4 uur. En ik heb de hele dingen toch wel bijgewoond. Ik vond het geweldig en ik vond het een fijn initiatief. Nu vrijdag is er wat minder positief nieuws naar buiten gekomen. En het is nog altijd niet afgerond, want bezoekers en VIP's hebben nog altijd geen duidelijke informatie over wat er precies gebeurd is. Ik ga het er nog over hebben in een andere video, ik wil dat nu niet aan jullie gaan vertellen. Maar waarschijnlijk weten alle spelers van Disneycraft zelf al dat of wat er gebeurd is. Dus dat ter zake. Oké, dames en heren. We staan ondertussen in de Nemo. De attractie die ik vorige week niet heb gedaan, maar nu dus wel. Vorige week wou ik hem doen, maar beugels. Moet hij nog open, zo. Ik heb hem uiteraard al gedaan, dus niet de eerste keer dat ik de attractie doe. Er is wel ook audio bij, maar die kunnen wij niet opzetten uiteraard. Ik heb dik vet lag, ja, ik niet. Ja, jongen, je kan nog niet starten. Er staat een sign achter je met de baanstatus. En hij ramt op die knop. Ja, dat gaat niet, hè, jongen. Ja, dus. Als je toch weet dat het niet gaat, waarom doe je dat dan? Maar goed. We zijn bijna zover om de Nemo
te bereiden, jongens. Ik heb hem al een paar keer gedaan. Ik heb hem ook al vaker bestuurd. Ik vind het een heel erg fijne besturing. Kunnen we nu wel starten? Yes, there we go. The Finding Nemo, de laatste nieuwe attractie van Disneycraft. Dus we gaan beginnen. We hebben hier particles, er zijn wat speciale effecten in, verstopt, ingestopt, dus zo is het. We zijn even aan het wachten tot hier eigenlijk het dimlicht is, maar dit is precies niet meer aan het werken. Hoe is dat maar? Oh, het werkt niet meer. Hier was vroeger een dimlicht. Hij doet niks meer. Doet hij nu nog? Nee, hij doet er niks meer. Nou, dat is jammer. Vroeger ging hier dus een dimlicht aan en uit, maar dat is blijkbaar kapot. We moeten nu dus zo blijven kijken, want we worden nu. Dus dadelijk, er komt dus Bruce op ons af, waardoor wij achteruit gelanceerd worden. En dus eigenlijk de baan achteruit moeten volgen. Ik vind het wel dit is een soort van lanceercoaster, maar dat je achteruit en vooruit gaat. Het is wel een leuke ervaring, maar weet je, moet nu mee te volgen. Maar op zich kan het wel. Kijk, we komen nu weer op een stukje en dan worden we weer rechtgezet. Dus nu gaan wij gewoon vooruit. Gaan we nu naar de volgende scènes, maar dit is eigenlijk al het einde. Dit was eigenlijk de hele achtbaan, nu heb je eigenlijk al... Dit was de achtbaan, dit was de attractie, dus best kort. Maar nu komen we dus alweer het station binnen. Het is een hele korte rit. The Finding Nemo. Maar ik vind het wel een heel erg leuke rit. Dat zeker wel. Dus, voilà. Aangekomen. En Brit is er ook. Bedankt voor de leuke rit. Laat mij er nu ook maar eventjes uit. Merci beaucoup. Dit was dus de... Ik neem op. Dit was dus de Finding Nemo. Daar zit ook een achievement bij. Die heb ik al gehaald. Alle achievements heb ik ondertussen gehaald. Survival opgeven. Nee. Dat gaan we niet doen, jongens. Tenzij jullie dat willen. Ik weet het niet. Maar daar komt dus vanaf... dit is nu de laatste week met het huidige schema. En dit is dus de laatste week met het schema van maandag Disneycraft. Vrijdag nog een video. Maar dat gaat allemaal wijzigen. Dat heb ik al uitgelegd. Of vanaf nu maandag gewoon Disneycraft. Woensdag No Limits. Vrijdag komt een nieuwe serie met challenges. En zondag gaan we altijd live streamen op Twitch. Proberen. Maar normaal moet dat lukken. En dit is Brit, ja, die kennen we, nu heeft ze weer een nieuwe skin. Ze wist dat gewoon om de dag van skin. Dat valt me op. Ik heb deze skin nu sinds gisteren. En we gaan gewoon lopen. Er komen nog sowieso wat video's dat ik met mensen ga opnemen. Ik neem het maar van me aan. Ik ga toch vragen om met mensen op te nemen. Dus... dat komt. Misschien dat jullie er ook een keertje willen bij zijn. Zorg dat je Skype of Teamspeak hebt. Liefst is Skype eigenlijk. Want als Teamspeak VIP kan je wel een apart kanaal. Maar als Teamspeak je bezoeker kan je niet in een kanaal voor met twee personen max. En dan is dat een probleempje. Dus dan wil ik het wel makkelijker via Skype doen. Ik wil wel ook dat je een goede mic hebt. Dat is belangrijk. Ja, je hoeft niet per se die wat ik heb nu te hebben. Maar als je een goede mic hebt, dan is het toch wel... is het wel handig, want het is sowieso handig dat je goede mic hebt, niet dat je een kraakmicrofoon hebt. Want daar ga ik ook eerst naar luisteren, heb je een kraakmicrofoon dan wijs ik je af. Omdat dat dus heel erg rot kwaliteit is. En dat vind ik dus echt heel stom, ook om naar te luisteren. Als ik dus opneem, dan hoor ik het stem, dan hoor ik iedere keer dat je kraakt, dat je ruist, dat is wel irritant. Maar... wat is er nieuw? Daar is de Tower of Terror trouwens, maar die is dus in onderhoud voor een bepaalde tijd. Maar ik heb dus een pre-opening kaartje en ik mag daar dus met een aantal anderen als eerste ingaan. De Wreck-It Wall, even een beetje snot.
Valling, die is ook kapot, daar is een defect aan, dat wordt gefixt. Ja, hier is de Tower of Terror en die is dus momenteel in onderhoud, voor hoe lang dat is onbekend. Waarschijnlijk gaat hij volgend jaar ergens open. Maar ik ben dus benieuwd naar, hij wordt veel vetter, dat hebben ze gezegd. Hij wordt veel vetter, dus daar ben ik wel benieuwd naar. Hij wordt ook helemaal gerenoveerd, de achterkant is wel al klaar. De voorkant nog, de achterkant is wel klaar, zo. Dit is de achterkant, want vroeger ging hier het raampje open en keek je hier in de studio's, of was dat hier aan deze kant? Nee, dat was hier. Ging hier het raampje open en keek je dus in de studio's. En dan keek je dus zo erin en dan is dus hier aan deze kant nog niet zo verbouwd. Dat zijn, dat waren die luikjes die dus open gingen. En hier is iemand verzocht te spelen, heb ik dus de indruk. Ja, oké. Wat is er nog meer om te vertellen? Ik weet het niet. Ja, we hebben 36.000 spelers behaald. Het zit ondertussen al bijna aan 36.400. Lekker snel. Hang een beetje vast. Wat is er hier geüpgrade? Ja, het spookhuis is geüpgrade. De kermis is geüpgrade. Daar zijn we pas overheen gegaan ook. Hier is een nieuwe molen. Dat is ook een nieuw gebouwtje dit. Dit is in het sprookjesbos. Dit is een nieuw gebouwtje toch? Of is het een... Ja, dit is ook een nieuw gebouwtje. Oh nee, wacht eens. Volgens mij is dit de toren. Is dat die... Oh ja. Volgens mij is dit de toren van... Ja, volgens mij is dit die ene toren. Ja, ja, ja. Volgens mij is hem dit. Dit is dus die ene toren. Wat zo nog niet geüpdate was. Dat was die ene toren. Stond daar. Vroeger stond er dus ergens een toren met een zijtorentje op. Maar dat was zo rechte toren. Nu is hij dus geüpgrade, zie ik. Ja, ja, dit is volgens mij gewoon deze toren. Dat hadden we nog niet gezien. Dan hebben we hier de speeltuin en de sprookjes. De sprookjesbos gaan we wel eens een keertje volledig doen. Maar ik heb nu wel wat leuks ontdekt. Toevallig gisteren. Ik heb op een knopje ingesteld. Kijk, nu bewees ik heel soepel. Maar ik heb ook zo'n speciale camera. Waardoor ik dus minder snel beweeg. En dit is wel handig voor video's op te nemen. En specials. Daar ben ik gisteren gewoon toevallig achter gekomen. Heel toevallig ben ik erachter gekomen. Met instellingen te kijken. Omdat ik dus een probleempje had. En toen zag ik schematische camera. Toen heb ik die instelling gekeken wat dat was. En toen kwam ik dus erachter dat dit is. Ja, dat is een best handige tool. Voor specials op te nemen. Zowel in Crea als in de server hier. Waarom in Crea? Ja, daar komen sowieso nog specials en speedwills. Want die ene speedwill van Mystery Castle is al zo vaak bekeken. En zoveel likes. En, ja, en zoveel goede commentaar. Ben ik wel content op, jongens. Ben ik wel heel content op dat het dus zo goed bekeken is. En dat het zo goed geapprecieerd wordt. Dus er komen nog meer speedwills aan. Wees daar maar zeker van. Maar ik weet wel niet dat ik er zelf kan bij bouwen. Het probleem is dat Jaron had die opgenomen. En ik weet dus niet dat ik er zelf kan bouwen. Maar dat zien we dan wel. Ik ga even het kasteel laten. Wie vliegt daar? Is dat Pino Production? Ja, dat is Pino Production. Kasteel even zo laden. Voilà. Dan gaan wij ons hier eventjes zo zetten. Jongens en meisjes. Ik wil om te beginnen met het afsluiten. Wil ik iedereen bedanken voor het kijken naar de serie vanaf aflevering 1 al. Maar dat loopt al van 2014. Dus het is nu al een jaar dat wij deze serie doen. Of langer dan een jaar dat wij deze serie doen. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar de video's van dit jaar. Voor het supporten van de serie. Voor de comments die er af en toe zijn gekomen. Voor de likes die er af en toe zijn gekomen. Dat doe ik er allemaal niet voor. Ik neem het op voor mijn plezier. Ik wil jullie een beetje vermaken. En laten zien wat ik als VIP allemaal doe. Ja, meestal is het alleen Creative Survival. Maar ik zit toch ook heel vaak hier. Kunnen we even zien. Ah, check. Voilà. 19 dagen 12 uur. Dat is dus al een behoorlijk tijdje op. En ik wil de crew bedanken. Voor het mogelijk maken van dit gebeuren. Ik wil alle mensen die mee hebben gedaan en een attractie hebben geopend voor de attractievideo's wil ik bedanken. Dat gaat nog door jongens, dus niet getreurd. Dat gaat allemaal nog doorgaan in het volgende, hoe moet ik het zeggen. Ja, het is niet meer een seizoen. Dat is het niet. Het is niet seizoen. De serie gaat gewoon door. Maar dit is dus de laatste aflevering van 2015. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik hoop dat jullie van alle afleveringen genoten hebben. En ik wil zeggen, het wordt nu allemaal veel leuker en beter. We zullen wel zien wat het in de toekomst nog gaat brengen.
Want zolang Disney kan blijven staan, maak ik deze video's. Ik weet niet als er ooit een stop komt. Hopelijk niet. Ook al wat er nu gebeurd is, daar is een twijfel mogelijk dat er nog meer dingen gaan gebeuren. Ik weet het allemaal niet. We zullen het allemaal zien. Jongens, nogmaals bedankt voor het support en bekijken van deze video's van Disneycraft. En ook van alle andere video's. Er komt dit jaar nog één video denk ik online. Een special, de afsluiter van 2015. En dan zie ik jullie voor Disneycraft terug volgend jaar, letterlijk, op 4 januari. Als ik het goed heb. 4 januari komt er aflevering 47 op mijn kanaal. Om 7 uur in de avond. Later.